Ik ben Margot van Mol, psycholoog en IC-verpleegkundige in het Erasmus MC. Ik wil u vertellen wat het betekent als uw naaste nu wordt opgenomen op de intensive care afdeling. Door het coronavirus is er slechts beperkt of helemaal geen bezoek mogelijk. Wij proberen zo goed mogelijk om dit een uur per dag voor u te organiseren. Maar dit kan per dag verschillen. De reden daarvan is dat wij u en onze collega's moeten beschermen tegen het coronavirus en omdat wij optimale zorg willen blijven bieden. Op de intensive care werken we multidisciplinair. Dat betekent dat een heel team van artsen, verpleegkundigen en andere professionals klaarstaan om voor uw naasten zo goed mogelijk te blijven zorgen. Graag laat ik u de nu nog lege patiëntenkamer zien hier op de intensive care in het Erasmus. We hebben verschillende spullen hier staan, zodat we de patiënt goede zorg kunnen geven. Nou, we hebben onder andere de monitor. Daarmee kunnen we de waardes in de gaten houden van de patiënten. En we kunnen ook het hartritme zien op de monitor, zodat we de patiënten goed kunnen observeren. Verder hebben we nog de beademingsmachine. Die zijn natuurlijk noodzakelijk, zeker voor onze coronapatiënten. En achter mij ziet u de infuuspompen. Daarmee geven de patiënten verschillende soorten medicatie. Onder andere om hen in slaap te houden gedurende de beademingsperiode. Helaas is bezoek bij een intensive care patiënt nu niet of zeer beperkt mogelijk. Maar gelukkig hebben wij onze monitor en een pieper op zak die de patiënt bewaakt. Achter ons hebben we een NIS en daar hebben wij de patiënt altijd in zicht. We zijn ons heel erg bewust hoe verschrikkelijk het is om niet of beperkt bij uw naaste of dierbare op bezoek te kunnen komen. We zijn hard aan het werk aan telecommunicatie om toch contact mogelijk te maken. Verandering in het beleid of de behandeling geven we nu door via de telefoon aan de naaste of familie. Wat kunt u zelf doen? Als uw naaste wakker is, kunt u gebruik maken van videobellen. Dat kan met uw eigen telefoon en misschien ook met apparatuur van het ziekenhuis. Op die manier kunt u toch dichtbij zijn en uw naaste bemoedigend toespreken. Maar meestal is dat niet mogelijk, omdat we de patiënten, omdat ze zo ziek zijn, in slaap houden. We adviseren u om een dagboek bij te houden. Die kunt u krijgen van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Dat helpt voor u om uw gedachten neer te schrijven. U kunt vragen erin opschrijven en u kunt de dagelijkse dingen die gebeuren kunt u bijhouden. En het helpt voor u, maar ook voor uw naaste, straks in de herstelperiode om deze opname op de intensive care te verwerken. Ook wil ik u uitnodigen om iets te schrijven op de persoonlijke poster. Schrijf bijvoorbeeld op hoe dat we je naaste mogen aanspreken. Is dat met de voornaam? Schrijf ook op wat voor het favoriete televisie- of radioprogramma je naaste heeft, want dan kunnen we daar rekening mee houden. Of bijvoorbeeld inderdaad, als jullie een huisdier hebben, hoe is het huisdier genoemd of wat voor soort huisdier is het? Al dat soort informatie is ontzettend belangrijk, zodat wij die vragen ook kunnen stellen als uw naaste een klein beetje wakker aan het worden is. U kunt dit hele verhaal ook nog eens teruglezen op de website van het Erasmus MC, doorgelinkt naar de intensive care. Daar ziet u dit filmpje, maar ook ander materiaal dat voor u van informatie kan zijn. Ook kunt u daar een link vinden naar de patiëntenvereniging IC Connect, waar nog meer informatie te vinden is. Ik wens u namens het hele team van de intensive care heel veel sterkte in deze moeilijke periode.